Het lijkt onrustig in de Nijmegense wijk Leuvensbroek. Maandag vond er een schietpartij plaats tussen jongeren. Woensdag werd de aanwezigheid van een cameraploeg niet op prijs gesteld. Zijn dit op zichzelf staande incidenten? Het wijkbedrijf houdt zich bezig met de leefbaarheid in de wijk en kent de bewoners en bezoekers door en door. Um, ik denk dat het vooral allemaal veel negatiever wordt gemaakt dan dat het is. En um, ik, mijn ervaring is: als je jongeren gewoon in hun waarde laat. Um, dat ze echt wel goed terecht komt. Uh, als je daar veel dus media-aandacht aan gaat geven, krijgen ze alleen maar wat ze hebben willen. En dat is aandacht, negatieve aandacht. Dus dat wordt alleen maar leuker. En daar krijg je hele rare dingen van. Want eigenlijk willen ze gewoon met hun vriendjes allemaal samenhangen. En willen ze een beetje rottigheid uithangen, uh, of uithalen. En verder vallen ze eigenlijk niemand lastig. Ze zitten in hun puberteit en aan het drukken wat ze zelf willen in hun leven. Ja. En op dit moment is dit het voor ze. Kijk, rondhangen hebben we allemaal gedaan, maar daar ben je nooit verder mee gekomen. En ergens in iedere jongen schuilt iets van, mm, misschien zou ik dat willen. En als je dat weet te pakken en daarmee verder weet te gaan, dan kom je in heel eind. Verder had je er anders nooit wat van gehoord. Het is hetzelfde als in de Malfort. Uh, daar hoorde je ook, of ook hoorde je daar nooit niks van. En nu in één keer, omdat er een schietpartij is geweest, hele media-aandacht toe te zijn bellen en verder gebeurt er niks meer. Ik denk wel dat op de juiste momenten de juiste personen moeten staan. En Politie weet ik niet. Ik denk dat je daarmee de jongeren alleen maar in het nauw drijft. Dan gaan ze alleen maar meer gekke dingen doen. Er is iets wat eraan moet veranderen, maar dat begint bij hun zelf. En als je dat continu aandacht blijft geven, dan gaat het helemaal verkeerd.